duur is morgenavond hier in de antenne. Dan vindt hier een reformatieconcert plaats, georganiseerd door het Sallands Bachkoor. En dat is heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur spijkerde. Dat was deze week. En wij willen dat herdenken met teksten van Luther waar Bach muziek op heeft gezet. Dus we zingen Bach op tekst van Luther. Ja, maar er wordt nogal druk gerepeteerd. Ja, het is nu een orkestrepetitie en de solisten gaan ook oefenen. En vanavond is de generale, zodat we morgen prachtig kunnen zingen en musiceren. Ja, want wat kunnen de mensen morgenavond verwachten? Wat ze in elk geval kunnen verwachten is een Nederlandse première van Heinrich Stölzel. Een onbekende componist, maar een tijdgenoot van Bach, die een prachtig Te Deum heeft geschreven. Dat gaan we zingen en spelen. En dat is nog niet eerder geweest in Nederland, dus dat is heel bijzonder. Daarnaast hebben we twee cantates. Dat is cantate Nun kommt der Heiden Heiland. En de bekendste cantate is Ein feste Burg. Een vaste burcht is onze God. Dat kent iedereen en dat is dus ook van Bach. We beginnen om 8:00 en de zaal is open om 7:30. Er zijn zo'n 200 kaarten verkocht, maar er zijn nog zeker kaarten over. Dus wie wil is van harte welkom. Maar moeten die van tevoren gereserveerd worden of kunnen ze gewoon hier morgenavond aan de zaal melden? Beide kan, maar als je in de voorverkoop koopt, scheelt het €2,50. En voor meer info kunnen ze naar www.sallandsbachkoor.nl of Judith van Kesteren. Het is echt heel bijzonder, hè? Het is echt heel bijzonder en je hebt het op de achtergrond gehoord. Het wordt prachtig.